dan is het tijd voor onze radicaalste rubriek, waarin we net ietsje verder gaan dan gewoonlijk en het heiligste huisje van Nederland aanpakken, namelijk de grondwet. De avondshow. Grondwetloket. Ja, de avondshow Grondwetloket, waarin we de grondwet onder de loep nemen en waar nodig verbeteren. En soms maak ik het erger, daar ben ik heel eerlijk in. Dus, ik zet mijn speciale grondwetpet op. En vandaag gaan we vrij grondige aanpassingen doen. Namelijk, we gaan de Eerste Kamer afschaffen. Ja. Ja, je hoort, ja. Wacht nog even, je snapt nog niet waarom. Of misschien wel, maar niet uit. De Eerste Kamer moet inderdaad weg. En dan denk je nu, wat? Wil Arjen een democratisch orgaan opheffen? Nou, inderdaad. En ik zal je uitleggen waarom. Eerst even snel, hoe het in Nederland werkt. We hebben een Tweede Kamer, hè, die controleert de regering en maakt wetten. Ze maken ook nog hele goede sushi, maar dat weet eigenlijk niemand. Maar we hebben ook nog een Eerste Kamer. Dat zijn 75 mensen die controleren of de wetten die de Tweede Kamer bedenkt ook uitvoerbaar en juridisch haalbaar zijn. Dat is een soort extra check dus. Dat klinkt heel handig, maar oorspronkelijk had het een iets andere functie. Want hoe is de Eerste Kamer eigenlijk ontstaan? Het instituut is ingesteld bij de grondwet van 1815. Het kwam er vooral op verzoek van de zuidelijke Nederlanders, de Belgen. Het huidige Nederland en België vormden in die tijd namelijk samen één koninkrijk en de Belgen verlangden een aparte kamer voor de adel. En die kwam er ook. Ja, die kwam er. De Belgen verlangden ook nog een apart neukhok voor Gert Verhulst, maar dat kwam er niet. Nee, die kwam niet. Nee. Vooral omdat hij ook nog niet geboren was. Eigenlijk alleen maar daarom. Maar de Eerste Kamer was dus bedacht voor de Belgische adel omdat ze invloed wilden houden op het bestuur. En de leden werden gekozen door de koning. Het is eigenlijk jammer dat dat nu niet meer zo is, toch? Dat is toch dan wil ik ook nog even kijken. Memphis Depay, Jutta Leerdam en Armin van Buuren. Debatteren maar. Veel plezier. Nou, 15 jaar later ging België weer weg bij Nederland. Maar heel slordig, ze hebben de Eerste Kamer hier laten liggen. En Limburg. En toen al waren er mensen die zeiden, hey, volgens mij is zo'n Eerste Kamer helemaal niet zo nodig. Zelfs Johan Rudolf Thorbecke, Mr. Grondwet himself en de eerste eigenaar van deze pet, had problemen met de Eerste Kamer toen hij de grondwet ging herzien. Thorbecke zelf had het liefst gezien dat de Eerste Kamer werd afgeschaft. Hij noemde het een instituut zonder grond en zonder doel. Zonder grond en zonder doel. Als voetbalclub kun je dan wel inpakken. Maar die Eerste Kamer bestaat dus nog steeds. En tegenwoordig is het natuurlijk niet meer alleen een plek voor vrienden van de koning, maar zitten er allemaal politici. En die worden op een nogal omslachtige manier gekozen. Want wij kiezen volgende week de Provinciale Staten en die kiezen dan weer de leden van de Eerste Kamer. Dus moet je maar hopen dat ze een goede keus maken. En wel op een leuke kandidaat stemmen, hè? Ja. Annemarie Jorritsma. En ook Mark Rutte heeft in 2011 gezegd, ik heb dit systeem niet bedacht, het is een redelijk bizar systeem. Ja, een leuk weetje voor de jonge kijker. We hebben hier in Nederland dus ook slecht functionerende dingen die niet door Mark Rutte zijn bedacht. Leermoment. Oké, dus die Eerste Kamerleden worden een beetje op een gekke manier gekozen, maar wat doen ze eigenlijk? Het idee is dat de leden van de Eerste Kamer met een andere blik naar wetten kijken dan die van de Tweede Kamer. Die vliegen de zaak anders aan. Die kijken dan naar rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Dat was al eerst ook het motto van de Franse Revolutie. Maar toen wilde Robespierre niet meer meedoen. Shit, deze grap werkte 200 jaar geleden in Parijs toch beter. Maar oké. Het idee, dankjewel. Het idee is dus dat de Eerste Kamer wetten die uit de Tweede Kamer komen nog eens goed bekijkt. Van klopt dit allemaal wel en is het wel uitvoerbaar? En dat klinkt nuttig, maar er zijn best wel veel slechte wetten doorheen gekomen de laatste jaren. Want de stikstofcrisis en de toeslagenaffaire kwamen allebei deels door slechte wetgeving. En dat is dus allemaal niet tegengehouden door de Eerste Kamer. En vorig jaar ramden ze er op een middag de wet dieren doorheen. Een hele vage wet die feitelijk de bio-industrie afschafte. Ik bedoel, leuk idee, eens. Maar die wet die was super onduidelijk en dus eigenlijk onbruikbaar. Had nooit door de Eerste Kamer mogen komen. En dat gaat nog wel meer niet goed. Want kijk, wat je zou willen is dat de Eerste Kamer een beetje onafhankelijk van de Tweede Kamer opereert. Want waarom hebben we hem anders? Maar senatoren stemmen bijna nooit anders dan hun partijgenoten in de Tweede Kamer. Het is vaak zo, wat hadden jullie bij wet 4? Oneens? Ja, oké, wij ook hoor. Bijna altijd stemt de Eerste Kamer dus gewoon mee met de Tweede. En nou, dan moet je net Johan Remkes hebben. En een tweede punt wat mij opvalt, dat is dat soms
de Eerste Kamer een beetje als verlengstuk van Tweede Kamerfracties gaan acteren. Dat is ten principale helemaal fout. Het lijkt me zo heerlijk om Johan Remkes te zijn. Dus nooit iemand die tegen je zegt, principale, wat bedoel je precies? Want dan gaat hij antwoord geven en dan is je dag voorbij. Dus, hey, schat met mij, ik ga het niet redden vanavond. Ik ben in een semantische discussie beland met Johan Remkes. Ga vast maar eten. Maar alle principalen op een stokje. Remkes heeft wel een punt. Het verschil tussen Eerste en Tweede Kamerleden is echt slecht te zien. Luister maar eens naar GroenLinks Eerste Kamerlid Paul Rozemuller. Het is ook politiek, hè? Dus ook een wet die goed in elkaar zit. Die kan onze steun wel of niet krijgen. Hij krijgt hem wel als het een stap naar een meer sociaal en een meer groen Nederland is. Hij krijgt hem niet als het de kloof vergroot. Maar, hè? Maar dit is toch precies wat de Tweede Kamer doet? Ik bedoel, dat weten niet veel mensen, maar Paul Rozemuller ziet geen verschil tussen kamers. Dus ja, hij slaapt ook heel vaak in de douche. Dus ja. Hoe heb jij geslapen, Paul? Zeiknat. Maar goed, kun jij nu de auto weghalen? Ik probeer te ontbijten. En Paul Rozemuller is niet de enige. Veel Eerste Kamerleden kijken vooral of ze het eens zijn met een wet. Hier, Annabel Nanninga van Ja 21 over de wet die gemeenten verplicht om asielzoekers op te nemen. Ja, dat is natuurlijk echt punt 1, die dwangwet. Als we die kunnen tegenhouden in de Eerste Kamer, ja, dat is een enorm speerpunt. En daar gaan we ook echt, dat kan ik nu al zeggen, geen water bij de wijn doen. Ja, en zij is dan nog Eerste Kamerlid, maar Tweede Kamerleden bemoeien zich ook met het werk van Eerste Kamerleden. In de Eerste Kamer bepalen we wie het voor het zeggen krijgt in Nederland. Nee, dat bepalen we niet in de Eerste Kamer. Dat bepalen we in het stemhokje bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. En dan moet je kijken, Atje Kuiken. In de Eerste Kamer vormen we straks één blok met één doel. Een sociale toekomst voor iedereen. Ja, ik snap dat je nu altijd hetzelfde als Jesse Klaver moet zeggen. Maar nogmaals, daarvoor moet je in de Tweede Kamer zijn. Gisteravond was er nog een letterlijk voorbeeld. GroenLinks en PvdA zit het kabinet voor het blok. Kom met betere klimaatplannen, anders steunen we jullie plannen in de Eerste Kamer niet meer. Anders steunen we jullie plannen in de Eerste Kamer niet meer. Klaver en Kuiken gebruiken de Eerste Kamer als politiek chantagemiddel. Leuk wetje heb je daar. Zou toch zonde zijn als die door de verkeerde persoon van school wordt gehaald, zeg maar. De Eerste Kamer wordt echt volkomen misbruikt. Geert Wilders doet er zelfs nog een schepje bovenop. Het kabinet Rutte en Kaag moet weg. En mensen, ga alsjeblieft stemmen. Ga stemmen als je een ander beleid wil. En stem dit kabinet weg. Nee, we kunnen volgende week het kabinet niet wegstemmen. Dat is een heel andere verkiezing. De winnaar van de NS Publieksprijs wordt ook niet ineens premier. Toch? Anders zaten we nu al in het vierde kabinet Kieft. Maar oké, sorry, ik onderbrak Wilders. Dan hebben we dadelijk nieuwe verkiezingen en kan de zon ook hier in Volendam weer gaan schijnen. Ja, weinig mensen weten dat, maar je stemt bij deze verkiezingen ook voor het aantal zonuren in Volendam. Dat is een apart formulier, moet je een zonnetje inkleuren. De Eerste Kamer doet bijna de hele dag niets anders dan Tweede Kamertje spelen. Of zoals Annemarie Jorritsma van de VVD het zegt, we doen echt bijna de hele dag niets anders dan Tweede Kamertje spelen. De Eerste Kamer is trouwens niet bepaald een afspiegeling van de samenleving, al denken ze daar zelf anders over. Eerste Kamerleden doen hun werk part-time. De meeste Kamerleden hebben dus ook nog een baan buiten de politiek. Zoals leraar, dokter of ondernemer. Ze staan dus midden in de maatschappij. Ja, leraar, dokter of ondernemer, dat klinkt sympathiek, maar ze zijn geen basisschooljuf of huisarts in een klein dorp of eigenaar van een klusbedrijf. Nee, ze zijn rector magnificus van de Erasmus Universiteit of intensivist en afdelingshoofd bij een ziekenhuis of directeur groot aandeelhouder bij JWE de Vries Holding BV. Niet echt met de poten in de modder dus. Behalve misschien Henk-Jan Meijer, president-commissaris van Wildlands Adventures. Die staat wel echt met zijn poten in de olifantenkak, zeg maar. En er zit trouwens ook nog een schrijver bij, Hendrik Jan Talsma, auteur van het handboek Vuurwapens en Wapens. Die titel had volgens mij korter gekund. En dan denk je, oké, dan heffen we de Eerste Kamer op. En dan? En wie controleert de wetten dan? Nou, ten eerste natuurlijk de Tweede Kamer. Hè? Die kunnen we ook versterken, zodat daar betere wetten worden gemaakt. Daarover trouwens vorige keer meer. Maar we hebben ook nog de Raad van State, vertelt deze grondwetkenner. Deskundigheid hebben we al georganiseerd in ons wetgevingsproces. We hebben een Raad van State, die zit hierachter. Dat zit vol met zeer ervaren deskundige specialisten op het terrein van wetgeving. We weten veel van wetgevingskwaliteit. Het zijn topjuristen, topbestuurders ook. Ja,
Dit was trouwens Wim Voermans. En zoals jullie weten, als hij op tv is, dan is er stront aan de grondwettelijke knikker. En hij zegt dus, we hebben de Raad van State. Die kan ook wetten controleren. Dus die Eerste Kamer die kan wel weg. En hij heeft sowieso al een tijdje beef met de Eerste Kamer. Dit opiniestuk schreef hij een paar jaar geleden. Eerste Kamer, onfris en rammelend relict. Hij noemt de Eerste Kamer een amateurparlement. En een soort geïnstitutionaliseerde vorm van wantrouwen in de democratie. En Roastmaster Wim blijft maar uitdelen. Waar haalt een zelfbenoemde raad van wijzen met indirect zwak democratisch mandaat het recht vandaan om zich op te werpen als een soort oppasser om wel rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordigers in toom te houden? Damn, Wim! En dan is het laatste woord aan Thorbecke zelf, althans aan iemand die hem citeert. Een instituut zonder grond en zonder doel. Precies. En dit was... De Avondshow. Grondwetloket. Precies, ja. Ja, en wil je nou de hele uitzending terugkijken, dat kan dan op NPO Start. Even kijken, had ik verder nog dingen? Ik zit even te denken. NPO Start had ik al genoemd. Nee, volgens mij niet, nee.